Ja, je hoort het goed. Je leest het goed in de titel. We gaan dit jaar weer vlogmas doen. En dat betekent dat er om de dag een video komt op mijn YouTube kanaal. Laat me even weten of je het leuk vindt in de comments. En dan gaan wij nu... Ik heb vlechtjes gisteren gezet nadat ik in bad was geweest. En ik moet eerlijk zeggen dat de vlechtjes echt goed zaten. Eigenlijk hoeven ze nog helemaal niet uit, want het zit nog steeds goed. Maar ik ga ze toch uitdoen, want ik wil de krullen zien. En ik dacht, dat doen we op camera. Ik praat een beetje zachter, want Olivia ligt hier naast te slapen. Zo. Ik zal jullie het eindresultaat beneden even laten zien bij daglicht. Want hier is het een beetje donker in de badkamer. Maar ik vind het nu al leuk. Krullies, krullies. Oké, het is tijd dat ik even op de koffie ga bij mijn ouders. Dus ik ga de spullen inpakken. Olivia wordt net een beetje wakker. Dus ik ga de spullen gauw inpakken. En dan gaan we gezellig op de koffie bij mijn ouders. Hoe leuk is deze haarband? Die heb ik dus nieuw. Het is donderdag. Moeder is vandaag aan het oppassen. Olivia wil uiteraard niet slapen, dat hoor je. Of uiteraard. Je hoort dat ze niet wil slapen. Ik ga beginnen vandaag met het afhalen. Gisteren alles eraf gehaald en met de fix en finish weer gestukte gaten. En nu zijn we begonnen met behangen op stream. Dus de eerste baan hangt, nu de rest nog. Ik weet niet of ik het eindresultaat moet laten zien, maar de hele muur is behangen. En ik sta nu op het punt om de kast helemaal te poetsen, want die is al heel lang niet goed gepoetst. En vervolgens al mijn zooi die eruit kwam, er terug in te zetten. En ik ga proberen alleen maar Harry Potter gerelateerde dingen in de kast te zetten. En dan één stukje met wat... behaalde resultaten met mijn stream. Dingen waar ik trots op ben. Dus dat ga ik nu doen. Dus ik zal jullie een beetje meenemen hierin. Oké, ik had mezelf een uurtje gegeven. Dat hebben jullie net gezien op de timelapse. En dit is het eindresultaat van nu. Het is verder nog echt een zooi in mijn kamer hoor. Dus dit is zeker niet het einde. Maar dit is eigenlijk meer het tussenresultaat. En nu ga ik koken en dan Olivia ophalen. Want ja, het is weer tijd dat ze opgehaald wordt. Maar ik ben erg tevreden over de kast. En het is ook lekker rustig nu in de kast. Het geeft me een goed gevoel. Oké. Wat ik nog helemaal niet had laten zien. Maar vorige week heb ik de eerste kerstversieringen opgehangen hier in huis. En ik dacht, ik laat het even zien aan jullie. Zie jij te lachen, Nicky? Nee, niks. Kijk, zo ziet het eruit als het gordijn dicht is. Wat ik echt super leuk eruit vind zien. Het ziet er echt super leuk uit. Ik denk dat ze niet half kunnen zien hoe super het eruit ziet. Ik hoopte dat jij weer zo ging doen. Dus daarom filmde ik jou. Maar ik zal het even open doen, het gordijn. Dan kun je het zien. Kijk, hey, het zijn allemaal van die schattige lichtjes. En van buiten... Wat is het kromgeroffel dan? Ja, van buiten ziet het er ook leuk uit. Maar dat zijn de eerste kerstversieringen die gedaan zijn. En de aankomende week gaat het nog meer kerstversieringen worden. Morgen gaan wij een kerstboom kopen. Dus... Dat is helemaal leuk. En ik? Ja, daar heb je zin in, hè? Ik weet niet waar ik meer zin in heb. Ik heb eigenlijk overal evenveel zin in.
Leuk, hè? Zo'n Grinch als partner. Want ik heb al wel zin in kerst. Lekker eten. Cadeautjes? Nee, ik ben niet lief geweest. Dat hoeft niet voor kerst. Nee. Ik krijg dan wel een cadeautje. Ja. Oké, nou. Ja, dat heb ik nu laten zien. Hoe leuk is deze backdrop van mijn nieuwe gamekamer, wil ik bijna zeggen. Maar het is helemaal geen nieuwe gamekamer. Het is gewoon mijn gamekamer. En ik heb een nieuwe backdrop. Maar het ziet er heel vet uit. Ik ben echt heel content ermee. Waarom ik de camera er weer bij pakte? Ik heb net ineens iets leuks bedacht. Sowieso, 10 december is de Mod Squad kerstmeeting. Dat betekent dat we een kerstfilm gaan kijken in Pathé Arnhem. En iedereen is natuurlijk uitgenodigd. Mocht je je willen aanmelden, dat kan via Discord. Discord.gg/Mattia. Join, check het tapje events of announcements. En dan zie je de rest van de info. Mocht je je daarvoor willen aanmelden. Dat je er zin in hebt om mee een kerstfilm te kijken. Met mij en andere mensen van mijn community. En daarna gaan we nog even lekker naar het taphuis in Arnhem. Daar werkt Dutch Virus. Ook een member van de community. En die vraagt al heel lang of we daar een keer heen komen. En nu is eindelijk corona voorbij. Dus nu gaat het echt gebeuren. Dus dat hebben we net geregeld. De datum is geprikt. 10 december, zaterdag 10 december. Dus mocht je mee willen komen, je bent van harte uitgenodigd. Het andere leuke wat ik had bedacht. Volgende week maandag is het dus pakjesavond. En wij vieren het al zaterdag en zondag met Olivia. Dus ik vind niet dat we ook nog maandag pakjesavond moeten vieren. Dus nu gaan we, dacht ik, weet je, ik ga pakjesavond op stream vieren. En ik wil een soort duurzaam dingetje doen. Want ik ben nu dus mijn gamecamera aan het opruimen. En ik wil dus heel graag in de game. Ja, alle dingen die ik eigenlijk of niet meer gebruik. Of ja, nooit heb gebruikt. Die gewoon liggen te verstoffen. Die wil ik eigenlijk weggeven aan mijn community. En ik dacht dat is wel leuk aan pakjesavond. Omdat, ja, ik had al verteld. Oh, ze was aan het niezen. Ik denk, ze wordt ze nou wakker? Ik had op stream al verteld dat op het moment. Ik wil absoluut niet zielig doen. Want ik heb natuurlijk. Ik stream al 5 jaar fulltime. Dus ik kan dit al 5 jaar doen. En daar ben ik zo dankbaar voor. Maar ik ben natuurlijk 4 maanden eruit geweest door mijn zwangerschapsverlof. En daarna. Ja? Oh, ze is wakker. Dus ik ga even de spelen in doen. Oké, ben ik weer. Dat was een rare wending van de avond. Olivia had alles ondergespuugd. Ze was vandaag naar de opvang. Dan had ze de laatste fles al uitgespuugd. Vond ik al een beetje gek. Maar ik dacht, nou ja, dat kan gebeuren. Misschien te druk gespeeld. Dan had ze het avondeten slecht gegeten. En vervolgens de papfles die ze krijgt voor ze naar bed gaat. Ook niet echt goed gedronken. Ik denk 50 milliliter of zo. En net... roep Nicky, ze is wakker. Ik even kijken. Ik ga kijken. Stinken. Ronk het helemaal naar spuug, weet je wel. Dus alles ondergespuugd. Hele bed verschoond. Nieuw matras erin. Want we hebben een matrasje wat we normaal gesproken in het campingbedje doen. Als bijvoorbeeld Flynn of Belle komt slapen. Ja, Flynn die slaapt gewoon in een groot bed tegenwoordig. Maar nou ja, je weet wat ik bedoel. Dus andere matras erin, alles in de was gedaan. Zij in bad geweest, want ze zat echt helemaal onder de spuug. Was echt heel zielig, maar ze was wel heel vrolijk. Geen koorts, geen diarree. Dus ik hoop dat dit het was. Klein mini buikgriepje of zo. Dus ik hoop dat het hierbij blijft. Maar dat gaat vannacht een helse nacht worden. Dus ik ga denk ik vroeg naar bed. Ga nu eerst denk ik, ik wilde van alles gaan doen. Maar nu is een beetje change of plans. Dus ik ga nu lekker Expeditie Robinson kijken met Nicky, denk ik. En dan ga ik die dingen die ik hiervoor zei, van mijn kast uitzoeken. Aan spullen die ik kan weggeven op pakjesavond. Dat ga ik even verschuiven naar een andere dag. Morgen of woensdag. Maar goed, we gaan nu afsluiten.